Museum Boksel bestaat 10 jaar en bouwt verder uit naar de toekomst. Gemmy Schellekens is onlangs onderscheiden in het nieuwe theater aan de Parade. Welkom bij Dommeland Live. Welkom bij mij aan tafel. Dank je wel. We beginnen bij Gemmy. Wie kent ze niet? Heel Boksel en omstreek kent Gemmy. En jouw man natuurlijk, Jan. En Jan, ja. Ja. Klopt. En waar kennen we jou van? Van Tiga natuurlijk. Van Tiga, hè? Ja. Hoe lang is het geleden dat jullie begonnen zijn? Hoe ben je begonnen? We zijn begonnen, ja, heel leuk. Ik had een balletschool in Nungen. En ik leer Jan kennen als tennisleraar. En doordat we bezig waren met beweging en gezondheid natuurlijk en ballet, kwamen we op het idee om dat samen te voegen. En toen kwamen we ook in Boksel terecht, omdat er in Boksel niks was. Dus toen zijn we begonnen. En langzaamaan uitgebreid, 6 jaar in de Baroniestraat. Ja. Zullen veel mensen toch nog wel weten. En na de Baroniestraat in de Ark. Ja, maar ik stel me zo voor, Ark is een heel groot gebouw. Rij je met Jan langs de Ark. Ja. Of je leest ergens. En wat denken jullie dan? Nou, wij dachten, wat een mooi gebouw. Ja. Eerlijk gezegd. En wat altijd wel een mooi verhaal is, kijk, het was wel een over de top gebouw. Ja. Maar wij dachten, dat verhuur ik de helft. En er kan nog iemand met kleding en weet ik van alles, kon er wel in. Alleen al heel snel werd Tiga gewoon drukker. Dus hadden we die bijna 2000 vierkante meter allemaal zelf nodig. Scoresbanen en van alles erin. Ja. Dus we hebben een hele goede stap gemaakt eigenlijk toen. Ja, want toen we 33 waren. Je had dan eigenlijk niet verwacht dat het zo'n storm zou lopen? Nou, wij voelden wel aan dat het nodig was dat er uitbreiding kwam. Hè? Wat misschien het museum dadelijk ook heeft. Op een gegeven moment wil je uitbreiden. En dan is het gewoon belangrijk dat je daar een goed gebouw voor hebt. En ik moet zeggen, in de hele regio, echt Den Bosch overal, kenden ze Tiga ook. Maar dat kwam door het gebouw. Ja. Hè? Het was echt een hele luxe gym. Ja, en nu is Tiga verleden tijd. Ja. Ja. Hoe voelt dat? Ja, nou, ik hier zit. Het voelt ook wel een beetje jammer natuurlijk. Ja, je hebt het 45 jaar gedaan, dus dat is ook allemaal wel heel lang. Maar wel heel voldaan. We hebben voor boksen hebben wij gewoon heel veel betekend. Ja, want je hebt niet alleen, je hebt eigenlijk veel meer gedaan dan alleen een sportschool. Jazeker, ja. We hadden natuurlijk een hele uitgebreide sportschool. En daarnaast heb ik bijna jaarlijkse theatershows gedaan. En al die kindertjes uit Boksel en dames allemaal meegenomen naar het theater in Den Bosch. Want dat was in Boksel een beetje moeilijk. Ja, we zien hier. Kun je er iets over vertellen? Ja, dit is een jongere groep van Thelma. Die gaf die toen les. En daar hebben we Jesus Christ Superstar in de kerk in Boksel meegedaan. Fantastische voorstelling was dat. Ja, wanneer was dat? Ongeveer 7 jaar geleden, denk ik. Ja. Misschien al wel langer, Heilig Hart. Oh ja, later een loods. De gemeenteloods is nog een keer herhaald, geloof ik. En toen is het herhaald. Ja, het was ook het was heel bijzonder. Ja. Dat weet ik nog. Echt voor Boksels talent, qua zang, alles. En het was ook weer een mijlpaal. Ja. Ja, want we zien een foto en dan denk je, nou, eventjes iets in elkaar zetten. Maar ja, dat was dat echt. Het vergt veel voorbereiding. Zeker. Waar moet ik dan aan denken? Weken? Maanden. Ja, zo'n voorstelling als in het theater, waar je dus met heel veel leerlingen bent, is gewoon een jaar, ben je daarmee bezig, hè? Ideeën maken, alles in elkaar zetten. Maar met zo'n show Jesus Christ, het moet overal inpassen. Hè? Dus je moet heel veel rekening houden met de zang, met wat de regisseur wil ook. Hè? Wat de meisjes kunnen. En daar ga je dan. En Thelma heeft dat heel goed gedaan. Ja. Ja, over voorbereiding gesproken, dan kom ik bij de heren van het MUBO. Als jullie iets voorbereiden? Ja, voorbereiden. We zijn begonnen, 2014. En de deuren opengegaan voor het publiek. Maar dat ding is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Nee. Dus het museum, daar, voor die tijd zijn we natuurlijk ook twee jaar bezig geweest, vanaf 2012. Met de toenmalige oud-burgemeester Jan van Homelen was toen zat in het bestuur. En Jacques Habrake, helaas overleden. Ja. Die hebben zeg maar de voorbereiding gedaan om statutair opgericht te worden, dat soort zaken allemaal meer. En we zijn toen begonnen met de vier organisaties van Hendrik Verhees, het Historisch Museum Piet Doornbos, dat was aan de markt. Dat was de voorloper van MUBO, zou je kunnen zeggen. Ja. Het Gilders, het Barbara Sint-Doris. En de Goudeten collectie. De wie? De Goudeten collectie. Oh ja. Van de Eindhovense weg was dat. Ja. Het Roomse
Devotionaria. Ja. Dat is een heel moeilijk woord, zeg het eens. Devotionaria. Oh, devotionaria. Ja, kruisbeelden, ja. Kerkboeken. Ja, ja, allemaal veel heilige beelden. Wijwaterbakjes, kruisjes. Als iemand die nog wil zien, hebben zelf nu nog 7 grote palletkratten vol met die spullen die in het depot staan. Want we kunnen namelijk niet alles tentoonstellen. Nee, dat gaat niet. We hebben een... Misschien ook wel leuk om te vertellen, want het depot dat hebben wij destijds om niet, mochten we dat gebruiken, van een bedrijf hier in Boxtel. Dat bedrijf ging weg, het is overgenomen door een ander bedrijf. Ja. Dan mochten we het ook nog blijven. En nou net afgelopen december kregen we te horen van, nou, jullie moeten toch over 3 maanden weg zijn. En dan begint het, hè. Ja, precies. We hebben het in goed overleg. Jawel, maar dan is het toch een kort dag, hè. Ja, precies. Maar het werd een uitdaging, hè. Dus een depot, is dat zo groot als hier? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een huiskamer? Hadden een depot van... Het was een grote fabriekshal en daar hadden wij een deel van. En de oppervlakte was deze ruimte ietsje kleiner. En dat werd toen teruggebracht, want we hebben nu ondertussen op het laatste moment een nieuw depot gekregen via de gemeente. Ja. En dat is een stuk kleiner. Dus dat heeft consequenties dan. Hè, van, en wat zijn die consequenties? Sommige weggooien. Nou, weggooien. Wij gooien niks zomaar weg. Er zijn richtlijnen. Nee, dat was, we hadden beelden met breuk van de Gaudete collectie. Maar we hebben iemand gevonden die dat als hobby graag opknapt. Okay. Nou, die wilde die hele, wat dat is echt zo'n krat, dat wilde die overnemen. En die gaat ermee aan de gang. En die Gaudete collectie is redelijk uniek. Die is ook in het museum binnengekomen. Maar het opvallende is dat het heeft niet specifiek iets met Boxtel te maken. Alleen dat het uit een Boxtels museum komt. Andersom, ja. Ja, want even voor de duidelijkheid. Jullie zijn van het MUBO, het Museum Boxtel. Ja. En wat doen jullie vooral nu? Bezoekers ontvangen voor de vaste expositie. Wij vertellen, het doel van het MUBO is om de geschiedenis van Boxtel te vertellen. En daar zijn we mee begonnen met die 4 die ik net noemde. Maar dat was eigenlijk te weinig bagage om, zeg maar, de geschiedenis daarmee voldoende handen en voeten te geven. Dus we hebben dat uitgebreid naar de kanon van Boxtel. De kanon van Boxtel. Zoals Nederland heeft Boxtel dat ook. Ja. En wat zien we hier? Nou, hier zien we gewoon van, dit is ongeveer 10.000 jaar geleden. Er ligt een grafheuvel. Ja, dat is onderzocht ook langs de snelweg. Ik weet niet of jullie ermee bekend zijn. Dit is ook gewoon een foto ervan. Jeetje. Dat is 10.000 jaar oud. Hè. Oh. Meer grafheuvels ook bij Alphen liggen er ook. Maar hier in Boxtel is er 1 gevonden. En dat is zeer waarschijnlijk is dat een originele grafheuvel. En dit loopt zo door. Dit is gewoon de hele geschiedenis tot... recente geschiedenis. Dus tot heden, hè? Heden. Wat is kenmerkend van een grafheuvel? Nou, die zijn, hier zijn de asresten in begraven van overledenen. En als ze zo'n heuvel voor je maken, dan heb je wel wat betekend natuurlijk. Ja, dat zijn bekende boksen. Ja. En er werden wat grafgiften bij gedaan. En die is bij toeval ontdekt. Hè. In het begin werd eraan getwijfeld, is dit wel echt... Want die ligt op, ik ben even de naam van het gebied kwijt. Bij de Hult. Bij de Hult. Hij ligt tegen de Hult aan op dat terrein. En dat is nu ook afgedekt. Hè, er is onderzoek. Ze hebben hem niet afgegraven, maar wel met grondradar bekeken. En er zijn nu dus heel duidelijk wetenschappelijke aanwijzingen dat het gewoon inderdaad om een authentieke grafheuvel gaat. En het is er dan 1. Misschien vinden ze later ook 1 meer. Dus wat dat betreft is de geschiedenis van Boxtel ietsje opgeschoven toen deze erbij kwam. Ja. En er zijn onlangs ook nog in het CARE-programma van archeologie door burgers, onder begeleiding van de universiteit, zijn er onderzoeken gedaan in Boxtel. Daar hebben ze 15 putjes gegraven, van een meter bij een meter, en dan de diepte in. En daar zijn ook vondsten gedaan, en onder andere vonden ze daar een kling. Een kling, dat is een afslag van een vuursteen. Okay. En die is gevonden in het centrum van Boxtel. En in het begin, als je dat nooit gezien hebt, denk je, het zal wel, een kling. Ja. Want daar hebben dus ook de wetenschappers naar gekeken. Hè, en die er goed van op de hoogte zijn. Die zitten ook bij de archeo-hotspot hier in Boxtel.
En dus een mooi, originele kling. En dan schuift dit is dus nog verder opgeschoven. Ja, dat is nog ouder. Klinkt wel interessant. Ja, dus een plaats als Boksel heeft wat dat betreft toch een rijke geschiedenis. Ja, want we gaan nu 10.000 jaar terug. En dan, naar hiertoe, wat is er nou nog meer zo prachtig en opzienbaar in de geschiedenis van Boksel? Nou, wat ik zelf, en dan zal Willem wel gaan lachen. Nee, ik ben in Boksel geboren en op... de lagere school kregen wij geschiedenisles en op de middelbare school, ja, het Roelands Lyceum, kreeg je geschiedenisles. Ik had nooit gehoord van de slag bij Boksel. Nee. De slag bij Boksel. Nee, de slag bij Boksel. Nooit van gehoord, ja? 1794. Nou, oké, dat was ze kunnen En nee, dat is de eerste slag die Wellington van Waterloo, Napoleon, die heeft zijn eerste slag bij Boksel. Dit plaatje. Nou, vertel verder, ja. Geweldig. Ja, want op internet kun je het gewoon terugvinden. En Engelsen hebben boekwerken erover geschreven. Ja, en ook de Fransen, door een slag van de Fransen. Mm-hmm. De Fransen kwamen Brabant te bevrijden van de Orangisten en die hadden van medestanders. En die Fransen die wonnen die slag. Dat is natuurlijk niet leuk voor Oranje. Dus er werd gewoon boven de rivieren werden de geschiedenisboeken geschreven. Die hebt het daar dus gewoon niet over. Nee. Ja, maar het is in de Engelse literatuur is het uitgebreid gedocumenteerd. Gewoon met slagordes. Hier op de. Het is tussen Schijndel, tussen Boksel en Schijndel. In Boksel is het begonnen, daarna aan de Schijndel. Want er staat een monument richting Oosterwijk. Maar die staat op de verkeerde plek. Ja, daar kwamen ze later achter. Dat is heel opvallend. In Engeland zijn er boeken over geschreven. Gamers spelen het na. De Fransen hebben er een... In het Frans is een boek... Is al gamers een... spelen de slag van Boksel na? Ja, dus, die hebben dan met die... die poppetjes, met die tinnen soldaatjes. Reenactment heet dat wel. Nee, dat is iets anders. Hè. Dat is levende... Je hebt figuren die het naspelen. Ja. Okay, die kun je ook inhuren. Maar voor mij was dat... Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat het de slag bij Boksel was en niet om Boksel. Oké. Want de deskundigen het nog niet helemaal over eens, maar voor mij nee, is het. Ja, ik denk dat de deskundigen in Boksel, aanvankelijk zeiden we graag om Boksel, maar het is, in Boksel is wel een brandje uitgebroken. Er zijn veel van die musketkogels gevonden. Ja. Maar dat, ik vind het heel curieus dat ik dat hier, dat pas nu bekend is geworden. Brabant heeft een iets andere eigen geschiedenis dan heel Nederland. En dat komt nu steeds meer naar boven. Ja. Nou, onderdeel van de geschiedenis is ook Gemmy. En je hebt ook heel veel gedaan voor de goede doelen. Ja, daar heb ik wel heel veel tijd voor nodig. Heel veel cent opgehaald. Heel veel. Vertel er iets over. Ja, ik kan er één uitpikken. Ik vind het wel leuk om daar een stukje film van te laten zien. We hadden op een gegeven moment we hebben Pola van der Donk Stichting. En Pola woonde in Boksel. En zij heeft een stichting in Zambia opgericht voor weeskinderen. Dat is een heel bekend verhaal. En daar ben ik goede doelactie voor gaan beginnen. Samen met Arjen Witteveen. Het voordeel van Arjen en mij was dat wij compleet totaal verschillende dingen deden voor die charity. En hij is ook in Zambia geweest bijvoorbeeld bij die weeshuizen die hij daar heeft. Nee, ik niet. Ik vond het toch ook wel moeilijk. Ja, en waarom? Omdat daar allemaal kleine kindjes, weeskinderen zijn. Hè? Die eentje heette ook Pola, een van die kindjes, vertelde ze toen. Want Pola was toen ook al wel echt in de 70. Ja, het is toch ook wel heel treurig hoor. Maar goed, moet je ook op je pad komen om daarheen te gaan. In ieder geval, Pola wilde dan, die eiste dan bijna. Van, ga eens geld voor mij ophalen, want ik heb zoveel geld want nodig. Want zij werkte daar? Of? Ja, zij, dat was haar eigen stichting. Dus zij heeft daar een broer verloren. En toen zij daar was, ze heeft een broer aan aids verloren. En toen zij in Zambia was, zag ze dode mannen en allemaal op straat liggen doodgaan. En toen dacht ze, daar moet iets mee gebeuren. Waarom gebeurt dit zo? Dus toen is zij zich echt heel erg voor in gaan zetten. Okay. We hebben een filmpje dat over Pola. Dat trek je op. Ja, dat trek je aan. Kijken? Ja, en kun je vertellen wat je ziet? Nou, bij het filmpje, daarom vertel ik eigenlijk, deze charity was heel bijzonder. Die was bij Kasteel Stapelen buiten. Hier is ze in Zambia, bij het weeshuis. En zij, dat is Pola ook. En toen waren we bij Stapelen, heb ik heel lang moeten praten met de paters, of het mocht. Maar we mochten niet naar binnen, wel voor de toiletten. Want ik ga gasten ontvangen in zo'n charity. Je moet voorstellen, een charity is ook altijd wel gericht naar mensen met geld. Ja, natuurlijk. Dat is ook logisch, hè? Want we willen veel geld ophalen. En dan is het mooie van alles. Mijn allereerste charity was bij Tiga. Ook voor haar. Hadden we ook Afrikaanse kok.
Alles was Afrikaans die avond. En haal ik de eerste keer 60.000 gulden op. Zo. En het kwam eigenlijk door het enthousiasme van mij en mijn ballet. En mijn ballet ging ook bij alle tafels staan op het einde van de avond zo van... Nou mogen jullie allemaal een cheque uitschrijven, want ze hadden eten alles gratis gehad. Hè? Dat is je voor verhaal van ik moet eerst investeren en dan heel veel zien terug te halen. Maar doordat zij daar bij die tafel stonden, ging eigenlijk iedereen een beetje opbieden. Oh, zo leuk. Van, oh, doe jij ook veel? Zullen we 5.000 doen of 10? Weet je wel? Ja, serieus. En wat gaat er dan door je heen? Dat kan ik niet uitleggen. Wat er dan door je heen gaat, dat is echt waar. En bij Jan ook, het was in onze eigen ark, gebeurde dit gewoon. Ja, en toen voelde je, daar kunnen we wel meer mee doen. Nou, toen kwam ik dat ze met stapelen het idee. Dat was een hele mooie show. Ik haalde de mensen met paard en wagen op. Het was echt voor de mensen een geweldige dag. En alleen de kosten waren te hoog. Ja, daar moet je wel op letten. Hè. Dat was mijn ding. En ik zei al tegen Arjen, het wordt wel duur. Want we moesten van alles inhuren, tenten en alles. Omdat het te koud was, dat alles buiten was in september. Nou, lang verhaal kort. Ik ben op een gegeven moment, probeer ik nog van alles te bedenken waar we geld mee op kunnen halen. Wat kunstvoorwerpen die kunstenaars aan mij gaven om daar te verkopen. En uiteindelijk, je gelooft het niet, ze hebben ze allemaal te eten. Ze komt een meneer naast mij zitten, net zoals Willem naast mij zit. En die zegt, goh, ik heb een leuk verhaal. Ik heb een erfenis gehad. Zo. Dit was zo'n geweldige avond. Maar ik heb hem helemaal geschonken aan jou. Aan jouw charity. Zo. Ik denk nog wel voor bedrag is dat. Dat is 295.000 gulden. Zo. Hallo. Nou, echt waar. Ik zat te plekken door mijn stoel heen. Ik denk, dat kan niet. Nee. En hij echt waar. En hij zei, het is zo geweldig. Nou, het was net of hij mij al jaren kende. Zo. Dus dat was de happening natuurlijk van alle charities. Hoor dat wel. Het is niet zo dat dat nog vaker is gebeurd. Maar zo zie je, als je dan alles optelt. Het was altijd wel in een plus van 10.000. Hè, of meer. Maar dit was natuurlijk heel bijzonder. Ja. En dan kom je thuis en dan zeg je tegen Jan, hoe kan het? Dan zeggen we tegen elkaar, hoe is het nou toch mogelijk? Ja. Het drijft je wel, kijk, als je iets doet voor een ander, dan is het wel makkelijker om een beetje te schooien, zeg maar. Ja. En dan heb ik voor Sandra Remer ook, zij had ook een foundation, zij zat bij ons op les, bij mij. Ja, Sandra is overleden. Sandra is nu overleden, en toen ik 18 was, heb ik bij haar gedanst, deed ik ook al haar choreografie al, toen ik heel jong was. En toen zat ze bij mij op les en toen zei ze, goh, ik heb nou de Sandra Remer Foundation, Gem, en ik wil graag bij jou, dat is ook in de ark boven, een charity doen, kun jij mensen uitnodigen. Kijk, en daar was Arjen dus heel goed in. Die had heel veel contacten met de mensen die dat ook leuk vonden. Die kwamen ook allemaal heel chic binnen en zorgden ook dat ze een leuke avond hadden. Dus dat was voor Sandra, dat was natuurlijk ook een bijzondere avond, Ja, charities was wel heel... heel gaaf om te doen. Ja. En dan heb je een hoop vrijwilligers nodig. Ja. En vrijwilligers hebben jullie ook nodig. Ja, die hebben we ook nodig, Zeker met deze vergrijzing. Voor het museum ook. Met de vergrijzing van vandaag de dag. Ja. Ik moet zeggen dat de vrijwilligers, we hebben zo'n 50 vrijwilligers. Oh, dat is veel. Inclusief bestuur en raad van advies. Dat is best veel. Dat is best veel. Ja. En dat zijn eigenlijk nog een beetje dezelfde mensen als waar we 10 jaar geleden mee begonnen zijn. Er is natuurlijk wel wat verloop geweest. Her en der. Maar uiteindelijk is de crew hetzelfde gebleven. Ja. En wat is nou de leukste van die 10 jaar wat je zegt? Nou, dit vonden wij nou de leukste expositie. Oh, de leukste expositie. Of de meest bijzondere? Nou, het is een hele bijzondere expositie geweest. Als ik het mag, het criterium mag hanteren van hoeveel bezoekers komen. Oh ja, daar gaat het om. Ja, tuurlijk. Dan is het de spoorwegen geweest, 115 jaar spoorwegen. Oh, dat is in 2015 geweest, geloof ik. En ik moet zeggen, als we kijken nu naar wat er nu loopt, dat is de expositie Op Kroegentocht. Dat gaat over de historie van het kroegleven in Boksel. Pierre van Amersfoort en designer, die heeft daar een boek over geschreven in 2008. Nou, die loopt als een trein. Ja. Want dan ik mag niet verklappen hoeveel bezoekers er geweest zijn, want dat wil Pierre pas horen en afloop. Heel veel. Maar jullie museum is omgebouwd tot een kroeg, inclusief biljart. Ja. Inclusief biljart en inclusief darthoek. Ook nog eens. Ja, daar hoort ze wel bij. En hoort die foto daarbij? En tafel met persische kleedjes erop. En bier. En bier. Maar wij mogen officieel geen bier schenken. Wij hebben geen tapvergunning. Aha. Behalve op de museumnacht. En die we krijgen op 6 april. Dat is uniek in Boksel. Dat is die unieke nacht. Ja. Dan is die expositie nog net. Die loopt dan tot en met zondag 7 april. En de museumnacht is op zaterdagavond 6 april. En dat doen we in B-Town, in de zaal van B-Town, die naast ons zit, het jongerencentrum. Ja. Die hebben een prachtige zaal met geluidsinstallatie en goede professionele lichtinstallatie. Ja. Dus daar treden een aantal artiesten op, kan ik misschien zo nog wat over vertellen.
En daar hebben we dan wel voor die twee evenementen hebben we dan wel bij de gemeente. Een museumnacht, zei je? Een museumnacht, ja. Is dat landelijk? Nee, dat is voor Boksel nu. Het is uniek voor Boksel. Ja. Okay. Voor zover ik weet, ik heb nog niemand gehoord die ons verteld heeft dat het al eerder gebeurd is. Nee, dat is dus dat is uniek voor Boksel. Het begint om 7:00 avonds en duurt tot 12:00. Ja, en waar? Ja. Dat is dus in het museum, maar dan naast het museum in het jongerencentrum Biertown. Ja. Ja. Daar. En, dat is dan verbonden, dus kunnen we heen en weer lopen. Wij kunnen eigenlijk binnendoor ook, als het moet. En dat doen we dan ook, want het museum is op die avond ook helemaal open. Dan kunnen de mensen toch nog een biljartje leggen, hè, want daarom laten we die expositie een beetje doorlopen. Ja. Dus we hopen dat het een succes wordt. Dus eigenlijk die twee exposities, 150 jaar spoorwegen. Er is nog een prachtige expositie geweest in 2017, meen ik, als ik het goed herinner. Dat ging over oude foto's die gevonden zijn op de zolder bij de Zusters van Liefde in Niemt. Oh. En die heeft Piet van Oers uitgemaakt. Dat waren glasnegatieven. Ja. Chris van Ekeren van de Heemkundekring heeft die allemaal gedigitaliseerd. En er waren 300 foto's van communicantjes, van bruidsparen. Heel leuk, ja. Dan begrijp je wel dat mensen daar naartoe gaan. Die willen het toch graag zien. Sta ik erop of staat mijn vader erop of weet ik veel wat. Ja, opa, oma. Een hele succesvolle expositie. Dus ja, dat, ja, leuk. En soms zijn er ook exposities die minder lopen, maar daar ga ik het nou niet over hebben. Jullie hebben ook de kinderkunst cultuurbox. Ja, maar dat is ook een expositie die gaat nog komen. En die komt in het kader van de viering van 10 jaar MUBO. Okay. En die begint op 20 april en die eindigt dan eind juni. En dat betekent dat 13 basisscholen van Boksel, die doen er al mee, onder leiding van een professionele kunstenaar. Heel leuk. Dat wordt allemaal door Cultuurbox georganiseerd. Ja. En inmiddels ken ik al een paar van die kunstwerken. En die komen dat bij ons exposeren. Maar we hebben hen destijds, anderhalf jaar geleden is dat al begonnen, want zo vroeg moet je daarmee beginnen, helemaal de vrije hand te geven. Kijk eens, hier is de ruimte. Dan mag je zelf inrichten, zelf kunstwerken maken. Dus die kunstenaars of die komen naar de basisscholen en die leren daar de kinderen. Nou, die gaan met de kinderen samen, zoals je op die foto ziet hier aan het werk. En dat gaat van metaalbewerking met een levensboom die ze maken, die dan voor het museum komt te staan. Leuk, hoor. Tot aan afval, wat ze gerecycled afval, waar ze een wereldbol van maken en dan wolken eromheen maken en dan ruimtewezens eromheen maken. Ja, dat hangt allemaal op leuk. Dus dan krijg je iets wat kinderen maken, wordt geëxposeerd bij jullie. Kinderen maken, het heet ook MUBO viert jong talent. Ja. Dus dat zijn die jonge kinderen die dat zelf allemaal maken onder leiding van die professionele kunstenaar. Ja. En daar zit ook poëzie bij. En, dan wil ik jullie hebben heel veel te doen. Ik zie hier met grote letters agenda staat erboven. Agenda MUBO. Ja, dat is de agenda van MUBO. Dat duurt van 16 maart, dus afgelopen zaterdag, tot en met 30 juni. Dat zijn dus 15 weekenden, 15 weken zeg maar. En in die 15 weken worden er 54 activiteiten georganiseerd. Hoeveel? 54. Oh, en dat doen we op 20 locaties in Boksel zelf. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld alle musea in Boksel die er aan meedoen. Maar ook de Petersbasiliek in rondleiding. Maar alle musea, noem nog eens meer musea. Nou, we hebben Museum Vekermans natuurlijk. We hebben de Kleusjes in Niemt. Kanonijen. De Kanonijen. Bestaat nog het Oertijdmuseum. Dat doen we de Archeo-hotspot. Archeo-hotspot. Zaterdagochtend. Rob zal wat over vertellen. Ben ik nog. Dus die musea doen allemaal mee. Maar ook de Petersbasiliek, een rondleiding. Ja. Tunnel Vision. Dat zijn workshops Gravity, die aan kinderen kapart kunnen komen doen. Ja. Er komt een, ik ga niet alles opnoemen. Want zijn maar de agenda is mooi. Maar die agenda die is, mag ik die laten zien? Ja, die mag je laten zien. Op camera, dat is die camera denk ik. Ja. En dat is gepubliceerd door het Brabant Centrum. Ja. En die hebben deze agenda gemaakt. Naar aanleiding van onze informatie. Mooi. En dan kunnen de mensen raadplegen. Zit er nog zo'n QR-code in? Er zit een QR-code in, ja. En dat heeft te maken met een, dat wil ik zo houden, met een prijsvraag. Waar de mensen aan deel kunnen nemen. En dan wordt er in juni wordt er een prijs uitgereikt. Wat voor prijs, dat weten we zelf nog niet. Maar er komt wel een mooie prijs uit voor. Oh, ja, hartstikke leuk. Jullie hebben ook een educatieve taak. Zeker. Ook dat doen we sinds avond met Cultuurbox. Wij hebben twee educatieprojecten. Dat heet Over Gisteren. Dat is voor de kleuters. Dat is groepen 1 en 2. Mm-hmm. En we hebben dat is trouwens niet door ons ontwikkeld. Dat is ontwikkeld door Erfgoed Brabant. En dat nemen we dan over. En dan komen die scholen elk jaar. Ja. Komen de 10 tot 15 scholen komen daar naar ons toe. Hè? Dat zijn... Het is onvoorstelbaar hoor, die kinderen van 4, 5 jaar zijn dat. Ja, die moeten dan 6 opdrachten uitvoeren. Ja. Er komt dan een klas binnen, die wordt in 6 groepjes verdeeld van 4.
En dan zijn er ouders bij die dat moeten begeleiden. Ja. En dan moeten ze bijvoorbeeld krijgen ze detail van objecten die in Mubo staan, van foto. En dan moeten ze gaan zoeken waar die details zijn. Ja, dat is onvoorstelbaar hoe snel ze dat doen. Hè? Ja? Dat is ongelooflijk. Zo klein? Oh, ja. Grappig. Er zijn voeldozen. Ze kunnen dingen moeten voelen. Wat voor materiaal is dat? Oh, we hadden het net over het Gaudete, hè? Die devotionalia. Daar staan er 6 of 4 of 10 van die beelden ergens op de grond. Ja, en die moeten ze dan op volgorde zetten van grootte. Of op kleur. Leuk, of, en dan sneuvelen er wel eens een paar. Hè? Ja, ja. Die kinderen vallen erop. Het is allemaal gips, dat is allemaal niet zo interessant. Erg leuk. Dus dat is heel leuk. En we hebben zelf in overleg met de deskundigen van de heemkunde een educatiepik ontwikkeld voor de groepen 7-8. En dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. En dat is leuk, want in feite vervangt dat een geschiedenisles op school. Ja. Als wij educatieprojecten willen ontwikkelen, dan moeten we niet de valkuil inlopen dat we dat doen naast wat de kinderen al moeten doen. Allemaal, moet een vervanging zijn voor wat ze op school al doen. Ja. Dan komen ze wel. Ja. Dus dat wordt een les op locatie, een geschiedenisles op locatie. Ja. En dat leuk, met morsen apparatuur erbij. En die hebben allemaal een mobiele telefoon. Ja. Dat is een groot succes, begrepen. Ja, dat is een groot succes. Ja, want er zit natuurlijk het klassieke in. Wat gaat die, er is een hoek, dat heet oorlog en vrede. Een thema oorlog en vrede. Daar hangt natuurlijk, we hebben het over een kanon gehad net. We hebben ook een kanon van de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Dan moeten ze natuurlijk dingen op een blaadje schrijven. Wat ze zien en welke een aantal vragen beantwoorden. Dan hebben we een prachtig groot digitaal scherm. Waar ontzettend veel informatie in zit. Originele filmpjes over de Tweede Wereldoorlog in Boksel. Want het gaat over Boksel alleen, niet over Nederland. Ja, ik heb toch even naar Gemmy over Boksel gesproken. Gemmy, je hebt zoveel gedaan. Ja. En dan ben je toch een beetje met de stille trom vertrokken uit Boksel. Op een gegeven moment, houdt de tier op, heb je nog even True Health. True Health, hier in Boksel. Ja, dat klopt. Wat heb je nou overgegeven aan Paul? Ja, True Health is nu naar Paul en is meer lessen. Dat waren de mensen ook gewend van ons. En wij konden geen pand vinden, dus waar we lessen konden geven zoals wij dat wilden. Maar dat is ook prima. Ik heb een club nog in Den Bosch, in Rosmalen. Is ook voor de wat ouderen, maar ook zeker een gezondheidsclub. Waarbij we willen dat de mensen gezonder worden. En dat gaat daar gewoon goed. Dat was in Boksel gewoon minder. Maar je moet niet vergeten, kijk, als je Tiga kent, hè, zoals jij ze ook kent, dan was Tiga heel veel en heel groot. Ja. En dat was natuurlijk niet meer met de nieuwe club. Maar het is wel door corona eigenlijk dat wij hebben moeten stoppen ook in Boksel. Ja. Want ik was mijn leden wel kwijt. En natuurlijk heb je trouwe leden over, maar daar was dan gebouw te groot voor. Dus het was ook wel een beetje moeilijk. We zijn eigenlijk ook op leeftijd, dus we waren toch al wel bezig van hoe gaan we het verder doen met Tiga. En natuurlijk is er heel veel bijgekomen in Boksel, dus het is ook prima zo. Ja. Maar we hebben heel veel gedaan en het is natuurlijk ook zeker zo dat dat ook heel langzaam aan is gegaan, hoor, voor je gevoel. Maar corona heeft veel in onze branche heel veel gedaan, omdat we gewoon dicht moesten. Ja, dan houdt het op, hè? Ja, oké, maar dan is jouw pand is dicht. Maar je kunt nog allerlei dingen organiseren, toch? Ja, zeker. Maar dat doe ik ook nog wel, hoor. Dus we mogen wel dingen van jou verwachten? Ja, zeker. Maar niet grote shows met ballet. Ik heb natuurlijk geen ballet meer. Nee. Hebben we nog wel even in Liemt geprobeerd, omdat er in Boksel dus geen zaaltje was. Maar ik doe nog wel allerlei leuke dingen. En ik ga ook wel nog steeds lesgeven. Ja. En zoals ik in mijn aankondiging zei, je bent onderscheiden. Ja, heel bijzonder. Het nieuwe theater ging open. En in Den Bosch. En ik werd weer gevraagd voor carnaval, voor de musical, bij de Bambergs. Daar sta ik bij bij het nieuwe theater in Oeteldonk. En dat is natuurlijk toch heel leuk. Ik was heel jong toen ze mij vroegen. Omdat er in Den Bosch even geen balletgroep zat. Het is een ouderwetse revue wat ze nog steeds doen voor de ouderen. Het is ook een 55-plus carnaval. Voor altijd jong heet het. En, dus het maakt ook niet uit dat de dansers wat ouder zijn. Want het gaat erom dat je een goede show neerzet. Alleen, ik had natuurlijk Tiga niet meer. Dus het was voor mij moeilijk dit jaar nog te doen. 3 jaar na de corona. Dus toen vertelde ik dat toch niet ging lukken. En toen werd ik uitgenodigd en kreeg ik een onderscheiding voor 45 jaar. Dus dat was wel heel bijzonder, ja. En wat zijn je plannen nog voor de toekomst? Plannen zijn de 2 clubs die we hebben nog goed neerzetten. Zorgen dat de oude mensen wat meer gaan krachttraining doen. Ja, heel belangrijk, hè? Heel belangrijk. Doen jullie aan sporten, jongens? Gezond eten. Nou, buiten wandelen, ja.
Als je erover na moet denken, dan is het... Ja. Nee, maar het is wel iets wat mensen nu wel meer leren. Het is, zit niet overal. En ik word ook wel gevraagd om hier en daar voor ouderen les te geven, maar dan is het wel echt een les. En niet een oudere clubje. Ja. Want kijk, het is gewoon belangrijk dat je zeg maar boven je 60 gewoon weet... Ik wandelen is prima en dat is ook hartstikke goed voor alles, je organen, alles. Maar je moet echt uit die stoel kunnen, makkelijk kunnen blijven bewegen. En daar is krachttraining voor nodig. En zeker vrouwen hebben dat gewoon niet in zich, mijn leeftijd. Van dan ga ik eens even onder begeleiding doen. En dan kan dat heel leuk zijn. Dus het lukt al wel hoor. Dus in mijn Milon clubs in Den Bosch en Rosmalen lukt dat goed. Ja. Dus dat is het belangrijk. Ja, verder hebben we nog allemaal leuke dingen. Ik zie mijn showgroepen nog. Ik ben graag in Bokstel. Ik ben hier bij Omroep Dommeland af en toe ook wat dingetjes aan het doen. En het Lidwiener had me dan inderdaad ook gevraagd voor mensen met Alzheimer. Ik denk dat ik zoiets ook ga doen. Maar de shows zijn voorbij. Ja. Die moet je zelf doen. Die hè? Moet je zelf, doen, ja. Die moet je zelf thuis leuk. Maar ter afsluiting, Sarah, straks je reed hoe lang geleden langs het pand? 45 jaar geleden? Nee, het pand, hoe lang zaten ze daar, Jan? Die zit in het publiek. Jan, roep eens. Vanaf 89. Oh ja, 89. Reken even uit. Sorry? Hoe lang? 89. 39. 35 jaar in de Ark, ja. Maar... Rij je er nu nog langs of ga je bewust? Ja, nee, ik heb deze week volgens mij, volgende week, een rondleiding van de man die het gekocht heeft van ons. Ja. En dus dat wordt wel bijzonder. En ieder appartement is anders in het gebouw. We hebben het wel tijdens de bouw gezien, moesten we allemaal op ladders naar boven. En nu is het binnenkort klaar. Je gaat er niet wonen. Nee, nou dat is nog niet eens zo gek hoor. Ik woon heel geweldig in Linz. Dat zou kunnen, ja, leuk. Maar dan op een gegeven moment op leeftijd komt, is een appartement natuurlijk toch fijn. Ja. Maar ja, Linz is ook bijzonder. Maar als je er langs rijdt, heb je dat niet... Tuurlijk, en ik heb dat in Bokstel ook. Luister, iedereen kent mij. Hè? En ik bij de Albert Heijn, ik ga altijd even kletsen. En het is, kijk, het is niet makkelijk. Ik ga vandaag ook voor deze dingetjes wat dingen zoeken in mijn bestanden. Nou, je wil niet weten wat we allemaal gedaan hebben. Ja, daar is al een heel vol leven. En dat is gewoon ook heel leuk geweest. En er zitten nu dames, Nantje Vonk, zo eind 70. Die zitten nog steeds al die jaren bij mij op les. Dus dat is gewoon met mij meegegroeid. En ja, dat heeft wel een heel goed gevoel. Natuurlijk is het... het is heel voldaan. Ik heb er heel veel voor teruggekregen ook. En ja, wij zijn ook zelfs lekker heel gezond door het goed bewegen. Ja. Ook belangrijk. Heel belangrijk. En veel mensen zie ik nog. Ja, je hebt tijd mee, hè? Want de tent is weer... Wij zitten te veel. We zitten te veel. Ja, precies. Ja. We hadden dit ook staand kunnen doen. Ja, we kunnen ook staand afsluiten. Ja, dat zou kunnen. Ja. We gaan zo meteen staand afsluiten. Ja. De toekomst voor jullie. Ja, de komende 10 jaar hè, van opbouw. We hebben 10 jaar opbouw gehad. Nu gaan we 10 jaar uitbouw doen. En dat betekent dat we er eigenlijk wel op zoek zijn naar wat meer expositieruimte op vloeroppervlak. Dat zal best moeilijk worden. We zitten naast Biertown. Dus dat, ik weet niet wat er met Biertown allemaal gebeurt met het jeugd- en jongerenwerk daar. Maar dat zou een mogelijkheid zijn. Maar we willen ook voor de uitbouw meer met jongeren gaan naar het museum proberen te krijgen. Dat is best moeilijk. Ja. En dat betekent dat we hebben nu educatieprojecten voor de basisonderwijs, maar we willen eigenlijk naar het voortgezet onderwijs. Dus Jacob Roeland moet... Ik moet jou onderbreken. We kunnen er nog uren over praten. Ja. Maar we zitten aan onze tijd. Ja. We kunnen staand afsluiten, maar dan komen we niet meer in beeld. Dus we doen dan toch maar even smokkelen. Dat doen we daarna. Dat doen we daarna. Doen we nog even wat opdrukken hier. De toeloefeningen. Kan ook. Ik bedank jullie hartelijk voor jullie komst. En heel veel succes in de toekomst. En, dankjewel. Tot de volgende dankjewel. Keer. Dankjewel. Ja. Kijkers, bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering van Dommeland Live. Dankjewel.